Regering Bouterse Adin die heeft er een jaar voor de verkiezingen alleen maar showprojecten uitgevoerd. Er is flink met geld verbrast. Er is flink feest gevierd. Dat zegt NPS-voorzitter, tevens parlementariër Dr. Gregory Rusland, wanneer wij hem de vraag stellen hoe hij de regering Bouterse Adin toch wel analyseert voor wat betreft 4 jaar regeren. Want op 25 mei heeft de regering mandaat gehad van het Surinaams volk om Suriname 5 jaar lang verder te mogen regeren. En toen het geld op was, zegt Rusland, heeft men toen aangeklopt bij de IMF. En toen vond men plotseling IMF ook niet meer goed en begon men overal geld te lenen. Zo reageert NPS-voorzitter Dr. Gregory Rusland. We voeren nu naar dit vraaggesprek. Ik ben een van de mensen die wil praten over 9 jaren. Regering Bouterse, omdat wat we hebben gezien de afgelopen 4 jaar sowieso onder invloed staat, grote invloed van wat er de jaren daarvoor gebeurd is. We hebben gezien dat dus tussen 2010 en 2015 heel veel geld verbrast is door de regering. We hebben gezien dat allerlei showprojecten gedraaid zijn en dergelijke. Ik zeg altijd, er is flink feest gevierd. En in 2015, na de verkiezingen, toen begrepen wij als volk inderdaad, natuurlijk bepaalde mensen eerder, maar als volk in totaliteit. Dat is feestvieren slecht? Feestvieren onder verantwoorde omstandigheden. Je kan niet naar de bank gaan en leningen nemen om feest te vieren. Als je naar de bank gaat om leningen te nemen, moet je investeren, moet je ervoor zorgen dat jouw verdiencapaciteit vergroot wordt, zodat je het beter kan hebben en beter kan zorgen voor je samenleving. We hebben gezien dat letterlijk, dus toen het geld op was in 2015, dat de regering begonnen is met een traject, eerst met IMF. Even zien dat men vol veel enthousiasme het IMF verwelkomd heeft met een heel programma. En we hadden die discussie als oppositie, zeker als NPS, hebben we de regering gewezen op een aantal problemen met wat zij zogenaamd hadden voorbereid. Want ze zeiden het is een homegrown plan, hun eigen plan. Maar wij hadden de informatie dat het niet echt zo was. Het zijn consultants die gehuurd waren van IMF die een plan hadden geschreven. Maar goed, dat brengt ons te ver waarschijnlijk. Maar feit is dat de regering toen met IMF en CS gaan om na een paar maanden te zeggen IMF faya. We moeten een ander model gaan zoeken. Men is toen een model opgegaan waarbij men gewoon bij verschillende instellingen leningen is gaan sluiten. Op een gegeven moment kwam men terecht bij onder andere banken waarbij we weten de rentepercentages van 9,25%, 550 miljoen lening, enorme strop die wordt gelegd op deze samenleving. In ieder geval nu zijn we op een punt beland waarbij niet alleen het geld op is, maar waarbij er ook nog enorme leningen zijn gesloten door de regering in de orde van ongeveer 20 miljard Surinaamse dollars. Dat is heel veel geld. En op basis van het gevoerde beleid. Maar is dat terug te zien, die 20 miljard welke men geleend heeft in Rusland? Dus dat wil ik aangeven, dat we verder aan wat men geleend heeft en de ontwikkelingen die we gehad hebben, dan moeten we zeggen dat het toch wel zeker geen gunstig beleid is geweest de afgelopen jaren in totaliteit. Want we merken eigenlijk dat er achteruitgang is op nagenoeg elk gebied. En dan kunnen we concreet gaan met betrekking. We discussiëren op dit moment met de minister van NH over de situatie in het binnenland. Wat er aan de stroom nou een beetje probleem voor de mensen daar. Mensen die maanden zonder stroom zitten en dergelijke. Het heeft allemaal te maken met het beleid. Kinderen die naar school moeten gaan en plotseling, terwijl de regering beloofd heeft dat men geen schoolgeld zou hoeven te betalen, dat kinderen nu 250 voor een kindje moeten betalen om naar school te gaan per jaar. Dat zijn allemaal zaken die duiden op achteruitgaan van die samenleving. Dus al met al kunnen we constateren dat die regering zeker geen goed cijfer zal verdienen voor het beleid van de afgelopen 9 jaren. Maar heeft het daadwerkelijk gelegen aan, zoals ze dat zelf aangeven, gebrek aan geld,
Of heeft het gelegen aan, zoals anderen dat geven, gebrek aan visie? Ik denk dat in eerste plaats het ligt aan gebrek aan visie. Want als je ervan uitgaat dat je in 2010 zeg maar een vette kas hebt overgenomen van de regering van Sjaan toen. En bij nog vanwege de omstandigheden die gecreëerd waren in, toen in die tijd, je extra bent gaan verdienen in 2011, 2012, 2013. Heel veel geld is verdiend. Meer dan 2 miljard US extra. En dat men toch in staat is geweest om dat geld zodanig zeg maar te bossen, dat in 2015 Suriname geen geld meer heeft. Dus het betekent dat jij de visie niet hebt dat wanneer je extra geld verdient, extra geld binnenkrijgt, dat je dat geld op een verantwoorde manier moet gaan gebruiken, dat je geld aan een kant moet zetten, omdat zeker wanneer het heel goed gaat in het land met prijzen van olie en goud, komt er zeker een periode wanneer de prijzen van olie en goud omlaag gaan. En dat hebben we ook gehad. En dan moet je niet komen huilen en zeggen, ja, maar die prijzen van goud en olie zijn laag, dus daarom dat we een probleem. Dat is niet het punt. Het punt is, je weet dat van tevoren. Deze cycli, deze situatie kennen we al heel lang. Tientallen jaren. Dus je moet je erop voorbereiden dat wanneer het goed gaat op een gegeven moment, dat je zorgt dat je genoeg opslaat. Om wanneer het slecht gaat, om die periode te kunnen overbruggen. En dat heeft die regering absoluut niet gedaan en daarom de problemen van vandaag. Ja. Maar we zien dat ze flink wapperen, heer Rusland, met internationale rapporten die toch wel praten over enigszins wat economische stabiliteit. Of schoon dat niet veel is, maar toch wel groei in die richting. Nou, als je zegt van kijk, als onze economie op dit niveau is, in 2010, we hebben ervoor gezorgd dat het alleen maar bijna, als je niets zou doen als regering, zou het alleen maar een opstijgende lijn zijn. En deze regering is in staat geweest om die economie helemaal naar beneden te brengen. En wanneer we helemaal aan de bottom zijn in 2015 en je een beetje een knik maakt naar boven, dan juichen de mensen van het gaat goed en de zaak is gestabiliseerd. Ik zeg de armoede is gestabiliseerd. Maar we zijn niet meer op het niveau van 2010. We zijn achteruit gegaan. En wanneer je zegt dat de achteruitgang niet meer zo snel plaatsvindt, dan kan je juichen om te zeggen van het gaat beter, maar het gaat niet beter. Je hebt ons verarmd in de eerste plaats. En op dit moment nogmaals zijn we aan de bottom. En die bottom is gestabiliseerd. En dat is natuurlijk geen, goed, zeg maar geen goede positie voor ons land. Wat we ook mensen horen zeggen is dat terwijl men aangeeft hoe slecht het is gegaan met deze regering, verwijten ze jullie ook ervan, heer Rusland, dat jullie zitten te trappelen om het land over te nemen. Want vaak genoeg zegt men, als het met iets niet goed gaat, uno wanas aan dat moro. Dus we willen onze vingers niet daaraan branden. Maar we zien, zeggen ze, politieke partijen staan te trappelen om straks in 2020 het land over te nemen. Wat denk je dat we zouden moeten doen? We zijn burgers in dit land. We hebben kinderen, we hebben kleinkinderen, we hebben familieleden die in dit land zullen moeten wonen. Wij willen hebben dat het goed gaat met Suriname. En wanneer we zien dat er een regering die het beleid gevoerd heeft de afgelopen 9 jaren ons heeft gebracht naar deze situatie. En er totaal geen vooruitzichten zijn dat men zal veranderen. Dan moet je verandering krijgen in het beleid. Omdat we zo niet door kunnen gaan. We willen de taferelen van Venezuela hier niet hebben. Dus wij zullen ervoor moeten zorgen dat de leiders, de regering gewijzigd wordt om te beginnen daadwerkelijk te werken aan het herstel van de situatie die we hebben. En na het herstel, na het, zeg maar, het stabiliseren van de situatie, dan zul je direct moeten werken natuurlijk aan de vooruitgang van het land. We kunnen het zo niet door laten gaan. Dus wanneer men zegt van ja, waarom ga je over, we gaan over moeten nemen, omdat het zo niet door kan gaan met zeg maar alle facetten van het land. Het parlement hierin meenemen gelijk ook voor de afgelopen 4 jaren. Hoe kijkt u naar de performance van het parlement? Nou, ik zit er dus inderdaad 4 jaar en ik moet zeggen dat tot vandaag nog ik zit in de zaal en je een aantal dingen toch wel afvraagt. De ruimte die je krijgt om natuurlijk een goede discussie op gang te brengen, dat is eigenlijk niet goed mogelijk, omdat als je kijkt dat onder andere die voorzitter die vergadering moet leiden, dan zie je dat een minister een presentatie houdt en dan begint die voorzitter natuurlijk in te gaan op de speech van de minister en probeert een aantal dingen bijna kan je zeggen te verdedigen van het beleid.
betekent dat je dus in een positie wordt gedwongen als oppositie, dat je weinig ruimte hebt. En vervolgens krijg je 2 minuten om te reageren, maar die voorzitter heeft natuurlijk bijna een, zeg maar een kwartier al gesproken en gereageerd op de speech van de minister. Een paar dagen terug, nog eergisteren dacht ik of zo, dan zagen we dat een minister een antwoord moet geven van vragen uit DNA. En de voorzitter zegt, minister, u heeft toch genoeg geantwoord, u hoeft niet meer te antwoorden. Of daar komt het op neer, misschien niet in die woorden. Dan vind ik van dat je natuurlijk wordt beknot, omdat die voorzitter ervoor moet zorgen van minister. Alles wat gevraagd wordt van de Nationale Assemblee uit, daar moet u antwoord op geven. En als de voorzitter al eigenlijk beschermend begint op te treden naar de regering toe, dan vraag je af van wat is de positie? Gaat het om de regering te beschermen of gaat het om het invullen van die taken die de Nationale Assemblee heeft? En op dit moment heb ik het gevoel te veel dat het gaat om het beschermen van de regering.